allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben 39 weken zwanger. What? Ik ben gewoon bijna uitgerekend. Hoe snel gaat de tijd? Ik ben natuurlijk vooruit aan het werken, dus waarschijnlijk als jullie dit zien ben ik al bevallen. Uiteraard blijf ik updates opnemen zolang ik nog niet bevallen ben. En daarna komen natuurlijk ook nog video's. Maar ik werk natuurlijk een beetje vooruit zodat ik de eerste tijd met Le Bébé gewoon rustig door kan brengen zonder beeldschermen. Ik denk wel dat ik blijf vloggen trouwens, maar ja, je weet niet hoe het loopt. Ik heb geen idee, we zien het wel. Zoals je misschien aan mij hoort, ben ik heel erg verkouden. Sven was vorige week ziek. En nou, dat is ik ben er ook niet helemaal ongeschonden uitgekomen. Dus heel erg verkouden en hoesten. Het gaat gelukkig al wel een stuk beter. Maar als je denkt, die stem en zo, dan weet je waar het aan ligt. Ik wil je vandaag weer een beetje vertellen hoe het nu met me gaat. Ik heb inmiddels alweer eventjes verlof. Nu ruim 2 weken. Dat bevalt me heel erg goed. ik kan niet zeggen dat ik me verveel. Maar ja, dat heb ik ook al in eerder video's gezegd. Waarschijnlijk zal het ook nooit gebeuren op het moment dat ik me ga vervelen. Maar ik doe wel lekker rustig aan. Maar ik moet zeggen... de dagen vliegen wel echt voorbij. Het gaat zo snel. En dat is gewoon omdat je toch het gros van de tijd je kind om je heen hebt. Dus het is echt heel anders dan vorige keer. En ik heb toevallig net met mijn nicht geluncht. En mijn nicht is ook zwanger. Die is een maand na mij uitgerekend. Dus heel erg leuk. En zij heeft ook al een zoontje. En die is iets ouder dan Niels. Want die is van de zomer en Niels is van de winter. Dus, dus vorige keer waren we een heel klein stukje tegelijk zwanger. Dus nu waren we bijna de hele zwangerschap tegelijk. Dus dat is wel heel grappig. Dus we hebben net even al onze kwaaltjes en dingetjes besproken. En zij heeft nu net verlof. En ik ben natuurlijk wel even met verlof. Maar het is heel leuk om, omdat we zo dicht op elkaar zitten. En daar hadden we het ook al over dat het gewoon toch wel heel anders is. Als je al een kindje hebt. En we zaten het uitgebreid allemaal te bespreken. Er zat een meisje met een heel klein babytje zat bij ons in de buurt. En die keek op een gegeven moment echt om van, oh my god. Want wij zeiden allemaal dingen van, ja, het scheelt dat je dat soort dingen nu al weet. En dan, gewoon de lastigere dingen van het moederschap, zeg maar. De meisje was volgens mij, die dacht echt, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Maar nee, dus we hadden, het was wel grappig. Maar ook dat het gewoon, dat het ook wel weer gewoon ergens ook wel weer makkelijker is waarschijnlijk bij een tweede. Omdat je heel veel al weet. En dat je nu ook, zeg maar, dat je denkt van waar klaagde ik eerder over, zeg maar. Want het is, de zwangerschap en zo is allemaal zwaarder. Nou goed, dat soort dingen. Dus was heel gezellig en leuk om haar even te zien. En sowieso heb ik deze week veel lunchafspraken. Maar dat is dan ook wel het enige wat ik heb gepland. Inmiddels staat de box en ik ben er echt heel blij mee. Dus kijk vooral mijn vlogs, dan zie je dat. Ik heb al het grootste deel van de roomtour opgenomen, maar ik ben nog aan het wachten op een aantal dingen voor in onze slaapkamer. Want ik ga onze slaapkamer ook meenemen in de babykamer tour. Want daar zal ze toch de eerste tijd gaan slapen zoals we het in ieder geval nu zouden willen. Zou dat heel fijn zijn. Niels heeft 5 maanden bij ons ongeveer op de kamer geslapen. En dat willen we bij haar ook gewoon weer doen. Dus het leek me wel leuk om ook de slaapkamer te filmen. Maar daar ben ik nog een beetje aan het makeoveren. Daar komt deze week nog het een en ander voor binnen. En dan kan ik dat ook afmaken. Dus dat zien jullie vanzelf verschijnen. Maar die volgt pas iets later, geloof ik. En zo ben ik gewoon een beetje vooruit aan het werken met de site. Verder ben ik gewoon heel erg, ik heb alle adressen op de enveloppen geplakt. Ik heb, er was toch weer een wasje wat ik moest draaien. En natuurlijk gewoon normale huishoudelijke dingetjes. En ik heb dus een superleuk do-it-yourself projectje gedaan. Ik heb een slinger gemaakt voor boven de commode. Heel leuk, zie je ook in de vlogs en zie je natuurlijk ook in de roomtour. Maar ook een heel mooi muziekmobieltje voor de... boven de box. En ik zit er nu naar te kijken. En ik ben echt best wel heel erg trots op mezelf dat ik het voor elkaar heb gekregen. En Svenny was ook echt zeer onder de indruk. Dus kijk vooral mijn vlogs. Dan zie je hem voorbij komen. Niels vindt hem ook erg mooi. Ik merk ook aan Niels dat hij merkt dat het dichterbij komt. Want hij trekt heel erg naar mij toe.
En zegt ook soms dingen van, ik denk van, hij zei, vanmorgen zei hij, Sven en Niels gaan morgen naar de dierentuin. Ja, ik kan dat allemaal niet meer bijbenen natuurlijk. Maar toen zei hij, nee, maar als jij dan na het eten, als dan de baby komt, dan kan je morgen mee naar de dierentuin. Ja, dat zou leuk zijn, maar dat gaat niet gebeuren. Maar ik voel me ook nog totaal niet bevallerig. Ik was natuurlijk weer bij de verloskundige. Nu zit er denk ik anderhalf week ongeveer tussen. Omdat ik vorige keer begin van de week was en nu eind van de week aan de beurt ben. Dus het gaat nu even, maar in ieder geval vorige week hebben ze weer gevoeld. En waar ze vorige keer, ik weet niet of dat had gevlogd, maar toen was ze een beetje ingedaald. Ja, ik denk dat ik dat wel heb verteld, een beetje ingedaald. Maar nu is ze er alweer uit. Dus nou, niet ingedaald, dus nog steeds bellen als... als mijn vliezen breken. Ik heb nu ook net dat heerlijke plastic ding in mijn bed gelegd. Te zeggen iets van 4 weken voor de uitgerekende datum. Nou, ik dacht, het is wel goed. Worst case scenario, breek mijn vliezen en dan is het maar zo. Maar nee. En nu, deze week is het echt gloeiend heet weer. Ik heb nu voor de show even dit blouse aan. Maar ik heb eigenlijk loop ik gewoon net in een hemd en een sport bij haar rond. Maar ik dacht, ik moet een beetje decent op beeld. Maar... het is hartstikke warm, dus ik dacht, oh, dan lig ik op dat vreselijke plastic ding. Maar goed, we gaan het meemaken. Volgens mij heb ik vorige keer al verteld dat mijn trouwring en zo niet meer past. Nou, dat is nog steeds het geval. Ik pas ook echt, schoenen is echt een drama. Maar het is allemaal prima. Ik hoef niks, dus ik ben gewoon een beetje de laatste dienst aan de babykamer aan het doen. En een beetje aan het rommelen, puzzelen. Ik heb al 2 of 3 puzzels gemaakt van 1000 stukjes. Dus ik ben dat heel netjes aan het doen. Maar dus ook een beetje, nou ja, we zijn natuurlijk gewoon met die hele verbouwing in huis. Ben ik ook steeds druk en aan het bedenken hoe dan de indeling moet worden van bepaalde kasten. Hoeveel planken we nodig hebben. Deuren bestellen. Nachtkastjes, ben van alles aan het doen. Maar dat vind ik ook wel lekker. Dus ja, eigenlijk gaat het wel goed. Behalve dat ik me dus verkouden ben en mijn pijn in mijn bil is terug. En dat is natuurlijk wel gewoon een beetje jammer. En dat komt gewoon omdat ik dit weekend te veel heb gedaan. En dat is ook, ja, Sven was natuurlijk ziek. Dus dan ben ik toch een beetje, dan ga ik toch automatisch meer doen. Omdat ik dan ook denk, nou ja, weet je, laat maar even, het is goed. En ik ben wel heel veel naar mijn ouders gegaan, ook met Niels en zo. Maar ja, en Sven probeerde nog steeds veel te helpen. Maar je merkt gewoon dat je toch wel meer doet. En we waren dan nog even naar de IKEA. Dan moesten we best wel snel doorheen lopen. En dan kan eigenlijk natuurlijk niet meer zo snel lopen. En toen ben ik daarna nog even met Niels met zijn fietsje met trappers. Dus dan moet je hem ook nog soms vasthouden. Op zich, een bepaald stuk kan ik hem gewoon loslaten. Maar als we een heuvel afgaan, zo, dan hou ik hem vast. Nou, heuvel op ook weer. Had ik een beetje veel gedaan. Een beetje pijn. Dus ik heb de fysio gebeld. Ik kan gelukkig morgenochtend terecht. Want ik dacht, oké, joh, als ik met deze pijn in mijn bil nog een hele bevalling moet doorstaan, word ik niet heel gelukkig. Bevallen is al pijnlijk genoeg. Ik heb vorige keer 24 uur gestaan toen ik weeën had van Niels. Dat zou ik nu dan niet kunnen, omdat ik dan te veel pijn heb al. Dus ik dacht, dat moeten we even fixen. Maar goed, het is wel een belangrijk teken dat ik dus toch fysiek weer te fysiek ben geweest. Terwijl ik zo rustig aan probeer te doen. Ik ben er gewoon niet zo goed in. En Sven was natuurlijk ook thuis vorige week. En die zei dan ook, mensen gaan er toch eens een keer zitten. Maar ik zeg, ja, maar ik kan ook niet de hele dag zitten. Want dan krijg ik ook last. Dus ja, er moet een beetje een goede balans zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij die balans weet te bewaren. Want... nou, ik heb wel het idee dat ik er goed in ben, maar als ik dan merk dat ik weer pijn krijg, denk ik, nou, misschien ben ik er toch niet zo goed in. Ben flink vooruit aan het werk voor de site, dus dat is ook allemaal zittend werk. Dat knutselen was ook allemaal zittend, dus ik heb best wel veel zittend gedaan. Maar ja, ik ben niet iemand die de hele dag Netflix gaat zitten kijken. Kijk wel af en toe Netflix, maar ja, niet te veel. Verder ging het bij mij bij de zwangerschapscontrole helemaal goed. Nog steeds zit ze in het ruime sop, heel veel vruchtwater en ze kan ook echt gewoon nog helemaal... van links naar rechts bewegen. Ze ligt wel gewoon met haar hoofdje naar beneden. Alleen dus niet ingedaald. En ik las ook dat het bij een tweede minder problematisch is. Want het gaat er bij de eerste willen ze ook vooral weten. Past dat hoofdje in die bekkenbodem? Nou goed, dat hebben we natuurlijk al geleerd. Bij de eerste dat dat kan. Allemaal niet heel lekker, maar het kon. Dus volgens mij is het dus bij een tweede ook minder relevant. Het enige is dat je dus moet gaan liggen als je vliezen breken. Ik merk ook dat waar je bij de eerste heel erg bij alle pijntjes dacht van, oh, zou dit een wee zijn? Nou, dat heb ik nu totaal niet. Ik denk, oh, dit is geen wee. Dus een beetje een krampje van indalen of ik weet het niet. Of een krampje gewoon überhaupt van het leven. Wat ik ook heb sinds de afgelopen week is dat ik af en toe sterretjes zie. En met af en toe
bedoel ik dat het nu in de afgelopen tijd 3 keer is gebeurd. Dus niet heel vaak, maar toch opvallend. Ik heb er verder totaal geen last van. Het is ook niet dat ik, ik zie sterretjes, maar kan daar doorheen nog prima alles zien. Want ik zat laatst op de fiets. En dan is Niels iets aan het zeggen, dan probeer ik te luisteren. Dus dan draai ik mijn hoofd op en toen draai ik terug. Toen, stars. Waar het aan ligt, ik weet het niet. Maar ik voel me verder prima. Nou, mijn bloeddruk was ook oké, dus ik denk, nou, het zal wel. We hebben ook gewoon afspraken met de verloskundige nog staan voor na mijn uitgerekende datum. Want dat is wel een beetje de verwachting. Eerlijk is eerlijk, ik denk ook van als het nu... ik ben dan volgende week, tenminste, over een paar dagen al, uitgerekend. En dat hoeft ook voor mij nog niet of zo. Terwijl ik de vorige keer veel meer op zat te wachten, heb ik nu zoiets van, tranquilo, het is goed. Ik rommel lekker door en ik zie het wel. Dus nou ja, we wachten het rustig af. Ik ga natuurlijk nog even mijn buik laten zien, want die is gewoon huge. Mijn nicht zei ook, van ja, dan krijg ik wel eens, hè. Mensen hebben natuurlijk de hele dag over je buik. En dan zeggen ze, oh, een grote buik. En dan zegt, ik heb nog steeds de neiging, moet je mijn nichtje maar eens zien. Want ik heb gewoon echt een hele grote buik. Dat weet ik ook, is ook oké. Maar ik vond het wel grappig dat zij dat ook zo zei. Dat ze, nou ja, de neiging heeft om dat tegen mensen te zeggen. Even klaar met je naar achteren. Ik heb een hele grote wijde joggingbroek aan, dan weten jullie dat. Dit is mijn buik nu, zo. Nou, ik heb wel het gevoel dat het iets meer naar beneden wijst, maar het is ook niet heel noemenswaardig. Ja, nou ja, dit is hem. Ik kan er ook niet zoveel van maken. Het is gewoon een immens grote buik. Maar zoals je ziet, die zwangerschapsstreep is dit keer duidelijk minder aanwezig. Nou ja, goed, dat is ook prima. Het is niet dat ik daar nou heel erg veel waarde aan hecht. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dat is de update alweer voor deze week. Voor de 39e week. Bizar. En ik ga ervan uit dat er gewoon nog een update komt met 40 weken. En misschien nog een bonus voor daarna. En net als vorige keer. Dus ben je ook benieuwd naar mijn updates van de vorige zwangerschap? Want die was natuurlijk anders. Sowieso was het mijn eerste zwangerschap en was het een veel makkelijkere zwangerschap. En het was een jongetje en nu is het een meisje. Dus ben je daar benieuwd naar, kijk dan vooral ook mijn andere zwangerschapsupdates. Ik link ze altijd hier eventjes. Ik zal hier ook nog wel eventjes een linkje zetten. Maar hier aan het einde zal ik ze ook wel even linken. Dus ben je daar benieuwd naar, kijk er vooral eventjes naar. Ik ben heel benieuwd hoe jij je voelt. Ben je al 39 weken zwanger? Word je al ongeduldig? Let me know. En ik zie je heel graag. Heel snel weer bij een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken. Doeg!